Bonjour! Yes, ik ga naar Parijs en ik vind het heel leuk als je meegaat. Ik heb namelijk al zo lang op mijn bucketlist staan om een weekend naar Parijs te gaan. Blijf even uit mijn plant, lieve schat. En dat is er gewoon niet van gekomen. Ook natuurlijk door in 2020 wat er allemaal is gebeurd. Maar nu is het tijd en ik ben 18 november jarig. Dat is op een vrijdag, dus ik denk, nou laat ik dat weekend dan ook pakken. Om gewoon met 6 leuke vrouwen naar Parijs te gaan. Dus het weekend van 18, 19 en 20 november heb ik een appartement gehuurd. Waar we met 6 vrouwen gezellig een heel weekend kunnen zijn. En dan heb ik het over een Crazy Sexy Sister weekend. Nou, wat houdt dat in? Wat is dat voor mij? Dat gaat gewoon over dat je helemaal jezelf mag zijn. Dat je ook een beetje uit je comfortzone mag komen. We gaan op vrijdag mijn verjaardag vieren. Lekker uit eten natuurlijk, maar we gaan ook naar de Crazy Horse in Parijs. Dat is zeg maar een variant op de Moulin Rouge, waar vrouwen totaal in hun zelf en in hun totale belichaming zich presenteren. Dus de echte showgirl uithangen. En dat is gewoon heel mooi om een keer mee te maken. Op zaterdag dan gaan we een burlesque workshop krijgen van een van de danseressen van de Crazy Horse. Dus dat is natuurlijk ook helemaal speciaal en leuk. En heb je ook nog gewoon tijd om lekker in de city te zijn. We zitten vlakbij de alle hotspots waar je maar wilt komen, ook in Parijs. Dus zeker als je er nog niet eerder bent geweest, leuk om dat mee te maken natuurlijk. Hè? De Eiffeltoren eventjes van dichtbij te bekijken. En verder zijn we er ook gewoon voor elkaar. Dus ik doe ook gewoon sister circles, dat we sharings doen. Maar vooral veel lol beleven. Dus heb je zoiets van, ja, ik wil ook iets luchtigs, ik wil iets leuks doen. Beetje fun, gewoon een vriendinnenweekend. Dan nodig je uit om te kijken naar mijn weekendje weg, Parijs. Crazy Sexy Sister Weekend. En dat kun je vinden op missnatural.nl/Parijs. Daar staat alle informatie. Je kunt daar ook jouw motivatie indienen waarom je zo mee willen. En dan ga ik kijken wie ik daarvoor allemaal ga selecteren. Lijkt me hartstikke leuk. En dan gaan we gewoon genieten van een leuk weekend in Parijs. Ah, selfie. Nou, bonjour. Ik ga er weer vandoor.